item neem ik straks mee. Zo klein helpen jullie mij het onthouden dat ik het hier neerleg. Inderdaad, ik word aangekondigd als oud-coureur. Voormalig coureur, maak een foutje. Deze wereld is helemaal nieuw voor mij. Dus daarom begin ik met een kleine warming-up. Dus als jullie eventjes... Blijf maar zitten hoor. Ik neem jullie straks mee. Je hoeft niet door te drukken, zei dus. Oh hier. Want ik ga jullie straks namelijk dit peloton in meenemen. Dit is de zwaarste motorbike-wedstrijd ter wereld. Wie heeft het wel eens gedaan? Niemand, hè? Nou, bereid je maar voor, want hier gaan jullie straks in deelnemen. Ik ben dus inderdaad Rob Harmeling, voormalig wielrenner. Een vreemde eend in de bijt. Ik kom dus niet dus uit de zorg. En vergeef me als ik foutjes maak in het jargon. Dat is niet mijn bedoeling. Ik leer heel veel op dit moment. Dat zal misschien nog jaren duren. Maar ik kan je één ding vertellen. Het is het mooiste, warmste bad waar ik ooit in terecht ben gekomen. De Maters Foundation, dames en heren, is een... Jullie zijn al bij de geboorte aanwezig. Jullie mogen ook alleen een beetje zenuwachtig zijn. Ik heb hier staan, is een idee, maar is eigenlijk een kind uit de koker van de Sint Materskliniek. Maar zij vindt dat wanneer de patiënt is uitbehandeld, de reguliere zorg stopt en de grens van de WMO is bereikt, dat er nog winst valt te behalen. Dat ligt niet in jullie mooie zorg. Dat ligt allemaal in externe factoren die jullie beter kennen dan ik. We staan onder druk, vergrijzing, de zorg staat onder druk. Allemaal externe factoren. En daarvoor gaat deze foundation iets doen. En dat mag ik dan gaan doen. Als wielrennetje. Onze doelgroep? Mensen van alle leeftijden met een beperking van houding en beweging. Waarom heb ik deze papiertjes? Daar ben ik heel eerlijk in. Dat heb ik normaal nooit bij een presentatie. Maar ik weet nou wat het is. Mensen met een beperking op het gebied van houding en beweging. Ik ben een beeldend denker. Ik heb ze gezien. En dat grijpt me een beetje naar het hart, maar dat is goed. Het zit met in mijn hoofd en het gaat nou naar mijn hart. En die reis is prachtig. Ik ben op terreinverkenning geweest, binnen de Sint Materskliniek. Ik heb in de buik van de peloton mogen duiken. Ik ben meegenomen door de artsen, ervaringsdeskundigen zijn de patiënten, de zorgmanagers, therapeuten, overal ben ik geweest. En af en toe ben ik de helikopter ingedoken om te kijken wat er in Nederland te doen is en waar ik verbindingen kon leggen. Een hele spannende reis kan ik jullie vertellen. Foutje. Maar nou wordt het echt spannend, hè? Nou neem ik jullie mee deze koers in. En dan gaan we op zoek naar kansen en verbindingen. Dit is de Cape Epic. Dit is de Tour de France voor mountainbikers. Hier staat de absolute wereldtop aan de start. Maar iedereen mag eraan meedoen. In de Tour de France, daar mogen jullie niet aan meedoen. Maar met de Cape Epic, schrijf maar in voor volgend jaar. Je mag er gewoon aan meedoen. Durven jullie dat? Durven jullie in de buik van dit peloton te duiken? Ik waarschuw je, hè? Je ziet de beelden, het gaat hard. Het is warm. Het is eigenlijk veel te warm. Het is in Zuid-Afrika. Daar hangt de helikopter boven. Hè? Big Brother is watching you. Stress, stress. We moeten presteren, elke dag. Je moet je positie kiezen. Anders rij je misschien te veel op kop en hou je niet vol. Je moet niet van achter gaan rijden, word je gelost. Dan staat alles stil, dan kun je lekker naar huis toe. Je moet fysiek en mentaal behoorlijk lenig zijn om dit te kunnen. Dames en heren, ik vergelijk alles met wielrennen, dat is mijn opleiding. Ik vind dit de spiegel van het leven. In deze wedstrijd reden Erben Wennemars en Rob Harmeling in 2015. Als jullie dit beeld zien, wat denken jullie dan? Enig idee? Heb je enig idee wat ik daar ben geworden? Ja, ik weet dat het niet de eerste is. 148ste, dames en heren. Zo blij als een kind. Je kunt aan de kopie zien, hè? Erben is hier vanmiddag. Je kunt aan de kopie die blijdschap zien. Erben Wennemars, 8 keer wereldkampioen. Ik 1 keer. Oké, schaatsen is een volkssport. Hij is het toch niet? 1 keer wereldkampioen is voldoende, hè? Tour de France. Ik heb hem wel gewonnen, hè? 148. Maar waarom dan zo blij? Omdat we de bedoeling hadden gevonden. En daar draait het om het hele leven. Die hebben we daar echt gevonden. Maar we waren helemaal niet blij hoor. Het ging helemaal niet goed tussen ons en met de wedstrijd. We fietsten namelijk met een handicap. Weet je wat onze handicap was? Ons ego. De voormalige wereldkampioen, Tour de France etappenwinnaar, de 8-voudige wereldkampioen schaatsen, die dachten wel eventjes dat ze de Cape Epic, de zwaarste motorbike wedstrijd ter wereld, in 3 maanden training wel konden gaan doen. En podium gaan rijden. De gedachte is meestal zo ver van de realiteit. En we fietsten
En dat deden we echt. Er zit een verschil tussen fietsen en vechten. We vochten ons kapot. Dat was niet mooi meer. Doel uit oog verloren, geen communicatie. Als je heel veel afziet, is in het bedrijfsleven ook zo, hè? Ga je niet meer communiceren. Dat deden we ook niet meer. We hadden een heel mooi doel, hè? Compleet verloren door al die stof en die helikopter. We doen het rustig aan, zei hij. Ik zei, we doen het rustig aan. Bam! Iedere dag maar weer. Totdat we Team Driepoot tegenkwamen. Ik wist helemaal niet eens Team Driepoot heette. Ik was zijn naam vergeten, Ruben. Het is een team uit Zuid-Afrika. Het is een mooie wedstrijd, het is een teamwedstrijd. Je moet het met z'n tweeën doen. Wanneer je elkaar uit oog verliest en zit een gat van 2 minuten tussen, ben je gedisqualificeerd. Je moet bij elkaar blijven, dat is al een kunst. Team Driepoot, die komt voorbij rijden. Erwin en ik lagen een half uur op de grond tegen de boarding aan, we konden nog niet praten. En Ruben komt voorbij. Wij keken elkaar aan. Hij begrijpt het. Maar zijn wij een steltje prutsen en zielenpoten, zeg? Hij begrijpt het. Ruben die doet wat hij kan. Die sport met zijn hoofd en zijn hart. Die verlegt zijn grenzen, is op ontdekkingstocht. Heeft lol met zijn handicap. Is zelfverzekerd, trots. Dit is geluk in beweging. Fysiek en mentaal. Eigenlijk, zoals ik op dit moment tegen aankijk, en dan meen ik het grond van mijn hart, zo verlaten de patiënten ook de draaideuren bij de Sint Maartenskliniek. Niks aan het handje, wat leveren die mensen daar een prachtig werk. Zo moet het zijn, hè? Oké, jullie gaan misschien nog denken, hey Rob, kom op, de Cape Epic rijden is voor alle patiënten van de Sint Maartenskliniek die er liggen, of die er worden behandeld, niet mogelijk. Dat heb ik gezien. Die reis gaat inderdaad van mijn hoofd naar mijn hart. Soms is het maximaal haalbaar dat een dwarslesiepatiënt een hoge dwarslesie heeft en alleen maar rechtop kan zitten. En dan vraag ik aan de arts, dat is dan maximale bewegen? Rob, dat is het maximale bewegen. Maar maakt een wereld van verschil. Hierdoor kan deze jongen, meisje of man meedoen aan de maatschappij. Kan hij zichzelf doorontwikkelen, kan hij een plek vinden in de maatschappij. Het maakt zo'n wezenlijk verschil tussen liggen of kunnen zitten. De belastbaarheid voor onze patiënten, ja, zo noem ik ze al, en jullie kennen ze misschien allemaal, is enorm en dat weet ik. Dit is een metafoor, maar ook werkelijk gebeurd, maar ik weet inmiddels het verschil. Geluk en beweging zijn overigens allebei dynamische termen, of termen, feiten eigenlijk. En daarom ook trainbaar. En dan begint het mij te trikken als iets trainbaar is. Maar wat? Als die ketting nou breekt, hè? Het beweging stagneert, al jullie mooie werk is voor niets geweest. Ik kan je één ding vertellen, we hebben daarna elke dag contact gehad met Ruben, maar na de finish stonden wij op, gingen een broodje eten, liepen naar de douches heen en weet ik allemaal wat, dat was voor hem duurde eventjes 3 kwartier langer. Het leven met de handicap, dat weten jullie als geen andere, dat kost elke dag klauwen met energie, bij elke beweging kost het zoveel energie. Niet alleen voor de patiënt. Ik noem Ruben geen patiënt, maar een deelnemer. Maar ook voor de omgeving, het gezin. Die zijn gelijk professioneel mantelzorgen, willens en wetens. Nooit meer in beweging zijn, wanneer het stagneert, dan grijpt diep in je leven. Dat weten jullie als professionals beter dan ik, wat het doet met je zelfbeeld. Depressies. Jongeren in een rolstoel die echt depressief raken en niet meer op gang komen. Het niet meer meedoen aan de maatschappij, dat is nogal wat. Dat doet wat met je. Zelf en wat met je omgeving. De Maartens Foundation, dames en heren, wil zich daarom niet alleen inzetten voor de patiënt, maar ook voor het team, het gezin. Want, ik ga één keer terug, je ziet je Ruben, die wordt opgevangen door zijn team. Zie je dat? Kun je dat net zien, die armen en zo? Heel dat team wist wat ze moest doen, dat was ook zijn familie. En dat vond ik zo mooi om te zien. Ze hebben dus samen de hindernis overwonnen en ze vieren samen de successen. En daarom willen wij als Maartens Foundation dus het patiënt en familie samen op weg helpen naar geluk in beweging. En dan gaan jullie dan zeggen, van, maar Rob, hoe ga je dat dan doen? Jullie hebben allemaal mijn item gezien, hè? Nee, dat kan ook niet. De Maartens Foundation is eigenlijk simpel, maar heel doeltreffend. Het moeilijke werk doen namelijk jullie. Dat kan ik helemaal niet en de foundation ook niet. Wie van jullie fietst er? Wat nemen jullie mee als jullie op weg gaan? Neem je een reservebandje mee? Ja, hè? Pompje misschien, misschien wel een inbussleuteltje. Het lekke band kun je doorrijden, hè? Stop de beweging niet. Fietsen maken, blijf veilig naar de malle moeren. Maar als je ketting breekt,
wat ik net zei, en de beweging stagneert bij je weg, kun je gaan zeggen van, dan kun je lopen, telt niet, fietsen is fietsen, stop, je staat stil. The missing link. Heel klein dingetje, heel duur, maar beter duur dan niet betalen. Die kunnen jullie bij mij kopen straks. Maar dit is het dingetje wat de boel in beweging houdt. Daarmee blijf je, en als het even stagneert, kom je weer in beweging. Ik heb meer dan 1000, echt, ik kan er bijna geen een van afserveren, goede ideeën gekregen van de pro's. De pro's zijn voor mij dus de artsen, de zorgmanagers, de therapeuten en de ervaringsdeskundigen. De patiënt zeg maar die in het ziekenhuis ligt, in de kliniek. Echt prachtige ideeën. Maar wat doe je als spotter en als je een bedrijf leidt? Focus, focus, focus. We gaan dingen stap voor stap doen, één voor één. Een ding moet een kop en een staart hebben, dan gaan we winnen. Dan gaan we samen winnen. De projecten, of mooie initiatieven die we gaan doen, moeten passen binnen 2 pijlers. Doen en verbinden. De meetlat, duurzaam geluk in beweging. En dat mag niet worden vergoed door reguliere zorgbezetten en de WMO. Dit vind ik echt helemaal geweldig. Misschien vinden jullie het niet bijzonder, maar ik vind het super bijzonder. Want we beginnen nou met een voorsprong. Ik geef een voorsprong nooit uit handen. Never. Als ik in de kopgroep zit, ik zit alleen weg, win ik die koers. De voorsprong is kennis. Ik was zo onder de indruk, echt, dan meen ik de grond van mijn hart, van de passie en de expertise van alle pro's. Artsen, zorgmanagers, therapeuten. Binnen de Sint Maartenskliniek, daar was ik zo onder de indruk. Ze namen me echt mee als in een warm bad. En hun kennis ging verder dan hun verantwoordelijkheid. Ging verder dan de draaideur, zeg maar. En dat greep me aan. Elke keer was dit moet je zo doen, dat moet je zo doen. Als je dat dan zo gaat doen. Ik denk, maar ik ga dat vangen in een heel mooi boek. Ik ben bijna klaar. Dat is te belangrijk. Ik ga die kennis vangen in een werkboek. Waarmee ik patiënt en gezin zichzelf in kaart kan brengen. En die komt bordenvol inspiratie, handige tips, slimme innovaties. Kortom, dit boek wordt een waardecreatie. Dit willen bedrijfsleven, dit boek willen allemaal. Hier ben ik geld voor nodig. Dames en heren. Dat wordt het eerste project wat we gaan doen, die kennis bundelen. En jullie mooie werk eren. En dit wordt geweldig. Maar je hebt niks aan kennis, hè? Je moet wat mee gaan doen. Dat is wijsheid. Dat gaan we doen met de Maartens Foundation. Dit is ons logo. Het is transparant. Je geeft elkaar de hand. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat vind ik heel erg belangrijk. We willen een bruggenbouwer zijn. Echt gaan samenwerken met andere prachtige foundations. De Esther Vergeer Foundation, noem ze allemaal maar op. De Missing Link, trots ontmoeten en het moet veilig zijn. Dames en heren, wil jij het even oplezen? Bij de Maartens Foundation bieden we kennis, plezier, inspiratie voor mensen van alle leeftijden. We gaan niemand buitensluiten. Met de beperking op het gebied van houding en beweging. Op deze manier ondersteunen en inspireren we patiënt en familie. Helpen ze samen op weg naar geluk in beweging. Dames en heren, Rob Harmeling.